Dag allemaal, ik ben Mario Gijbels en ik ga u deze keer meer uitleg geven over voedselprikkels en alles wat daarbij hoort. Dus ook dieper ingaan hoe je beste liquids kan bepalen, hoe je beste melen kan bepalen. Maar ook ga ik dieper op een aspect wat minder wordt belicht, namelijk geluid, als ook nog een stukje op kleuren. Hoe is het nu eigenlijk allemaal gekomen dat ik deze onderzoeken heb gedaan? Dit is eigenlijk in eerste instantie gekomen, heel lang geleden, vroeg Koen Koops, destijds een van de voortrekkers van PB, samen met Piet Vogel, als ik hun kon helpen met onderwaterbeelden te maken voor snowman rigs te testen. Dit kon natuurlijk, dus ik heb de jongens een plek aangevoerd op een ondiepe baai. En we hebben de testen met de snowman rigs kunnen doen. Om te kijken hoe efficiënt of onefficiënt die rigs toen waren. Echter heb ik natuurlijk ook Daniel Jawatnia, dat je hier ziet, leren kennen. En dat is eigenlijk wel een zeer speciaal persoon. Ook een heel toffe gast, dat sowieso. Heeft ook het grootste gedeelte van deze foto's en het onderzoek naar de methodiek en alles wat hier rondom hangt aan meegewerkt. Het is zelfs zo dat hij in eerste plek eigenlijk de onderzoeken zelf is gestart bij zijn thuis. En hij heeft dat eigenlijk gedaan met een aquarium, met een aantal vissen erin. En door middel van buizen wou hij de vissen liquids toebrengen en te kijken hoe ze daarop reageren. Daarover heb ik heel veel contact met hem gehad. Ik was natuurlijk super geïnteresseerd als eigenaar van Dreambait zijnde. Maar ook gewoon puur als visser zijnde wou ik natuurlijk alles weten wat die testen zouden voorbrengen. Maar die gingen vrij moeizaam. De resultaten waren niet perfect en tijdens een lezing die Daniel gaf voor de KSN hebben we er verder op ingepraat, over gesproken. Heeft Marco Kraal dit ook opgenomen? Welke plannen er waren? We hebben zelf subsidie gekregen vanuit Nederland voor testen te doen. En dat hebben we dan ook natuurlijk samen opgepakt. En zo zijn we daaraan begonnen. Door het feit dat wij de gesprekken samen met elkaar hadden, hadden we besloten om deze testen bij mij te doen. Waarom? Zeg maar bij Dreambaits. Waarom? 1. Omdat het heel gemakkelijk was dat we de ruimte hadden. En ook 2. We hebben natuurlijk alle grondstoffen en liquids en contacten om dingen te krijgen heel kort bij de hand. En zeer veel dingen op voorraad. Dus dat was natuurlijk heel makkelijk voor de testen. En ja, Daniel is iemand die perfect in dit plaatje past. Van Daniel is een van de betere cameramannen. En dit was natuurlijk zeer belangrijk in het onderzoek. Omdat Daniel heeft een bedrijfje, Pesca Motion heet dat. Waar bijvoorbeeld een Corda en het Visblad TV en dergelijke vaak gebruik van maken voor Corda voor de mooie masterclass video's op te nemen. Daniel is echt een perfectionist van nature. Dus ongeacht wat hij doet, probeert hij altijd de perfectie na te streven. Daarom is hij ook zo sterk in de dingen die hij brengt. En dat is natuurlijk een combinatie wat ik ook graag zoek. Omdat ik natuurlijk ook altijd voor de beste dingen ga en ook altijd wil verbeteren. Zoals ik al zei, wat gaan we testen? Wel, we gaan natuurlijk de liquids, de melen, geluiden en kleuren testen. Maar hoe gaan we dat testen? Dat ga ik je nu heel even kort uitleggen aan de hand van de volgende dia. En dat is namelijk zo. Daniel had in het begin een manier uitgewerkt die niet zo efficiënt was. Dit heb ik een paar keer bekeken en is goed over nagedacht. En zo ben ik eigenlijk tot het besluit gekomen
met het voorstel naar Daniel dat we eigenlijk een soort nulproef moeten hebben. Een methodiek die sluitend was. Vroeger had je natuurlijk de looprapporten, die ook zeer goed zijn. Maar die deed zijn proeven eigenlijk wel op een heel efficiënte manier. Maar ook wel een beetje op een pijnlijke manier voor de vissen. Die deed namelijk al de ogen van de vissen eruit. En ging zo, zeg maar, de voedselprikkels testen. Zover wilden wij natuurlijk niet gaan. Maar omdat wij natuurlijk, ik en Daniel, en dus vooral Daniel, enorm veel kennis heeft over camera's en dergelijke, was het idee van Daniel om natuurlijk een perfecte weergave te krijgen, dan zou het eigenlijk in het donker moeten gebeuren. Het is namelijk zo dat als je een aquarium hebt, en dat kan je gewoon testen, het maakt niet uit wat je test, een vis reageert er eigenlijk altijd op en eigenlijk onmiddellijk. Gooi je iets in het water, die vissen, die gaan puur uit nieuwsgierigheid, want vergeet niet, een karper is een gigantisch nieuwsgierig dier. Vaak worden ze ook niet alleen gevangen op een voedselprikkel, maar kan ook een nieuwsgierigheidsprikkel iets zijn waardoor die vis iets neemt. Want vergeet natuurlijk niet, een vis heeft geen handen of voeten of wat dan ook om iets op te nemen. Een vis, een karper, kan enkel en alleen iets opnemen door het in zijn mond te nemen en het te betasten. Natuurlijk is die nieuwsgierig bijvoorbeeld naar iets, ik zeg maar iets, een roze fluo pop-up. En die neemt het op, ja, dan is hij natuurlijk al vaak verloren bij het uitspuwen en haakt. Dus heel veel dingen worden op zicht gedaan. Dat hebben we ook kunnen zien in de testen. Want op het moment dat we er iets in gooien, dan gaan die vissen daar gewoon onmiddellijk naartoe. Maar als alles donker is en je gooit er dan iets in, dan moeten ze echt wel even zoeken. Maar dan gaan ze ook anders azen. Dan zie je ze ook echt meer de bodem aftasten naar iets en dan vinden ze het pas. Terwijl als ze iets zien, dan lijkt het wel als ze recht naar hun doel, naar hun aas of prooi gaan om het te nemen. Dus dat is toch wel een heel groot onderscheid. Dus wij hebben eigenlijk... dat is echt het werk van Daniel. Daniel heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat we infrarood konden filmen en die vissen kunnen dat totaal dus niet zien. Wat wel heel belangrijk is, ik en Daniel, zoals je kunt zien, wij zitten aan een andere kant van een gebouw. Dus de hele andere kant van het gebouw is donker. Omdat de vissen niks kunnen zien. Het licht dat u hier ziet, konden we natuurlijk uitdoen. En alles wat we in de aquarium deden, of testen, ging natuurlijk met het licht uit. Dus alle testen die we hebben gedaan van voedselprikkels zijn natuurlijk in het donker gebeurd. Zowel de liquids als de vloeibare producten en meelen. Dus wat is er nu gebeurd? We moesten een nulproef hebben. Ik ga je heel even iets laten zien. Dit is een kurkje, een loodje. Dus voor mij was de nulproef, als je dit in de aquarium zou gooien, zo, en het is licht, dan gaan die vissen dat misschien wel 20, 30, 40, 50 keer nemen. En die blijven dat kurkenballetje aanroeren. Waarom? Omdat ze gewoon nieuwsgierig zijn. Wat is dat kurkenballetje? Op dat moment is dat gewoon een neutraal kurkenballetje dat ze in hun mond nemen en erop zuigen en gewoon nieuwsgierig zijn. Dus dat kurkenballetje wordt er dan in het donker gebracht. En het is zelfs zo, als jij 2 of 3 uur naar dat kurkenballetje zou kijken voor de infrarode camera. Hier zie je wel dat het er een meelbal ervoor hangt. Maar al zou je voor het kurkje 2 of 3 uur kijken, die vissen raken dat kurkenballetje niet 1 keer aan. Van het moment dat jij het licht aanduwt, dan gaan die vissen onmiddellijk over naar dat kurkenballetje en gaan ze onmiddellijk terug opnemen. Dit hebben we 2-3 keer getest en ik kom er natuurlijk heel snel achter dat die vissen dat in het donker, dat kurkenballetje, niet nemen. Dus voor ons was dat eigenlijk de nulproef. Dus wat gingen wij doen? Alle vloeibare producten die wij wilden
testen, gingen wij een dag dat kurkenballetje laten soken in de vloeistof, dus volledig laten opnemen, en dan gingen we kijken hoeveel keren de vissen het kurkenballetje gingen beroeren en aanzuigen en in hun mond namen. Dat noemden wij dan hits. Dan konden we zien hoe fel deze hits werden. Natuurlijk, het één product gaat er iets sneller van af en is iets sterker of straffer. Daarom deden we altijd de testen verschillende keren en we keken natuurlijk ook tussen de 5 en de 10 à 15 minuten hoeveel. Er waren misschien producten die heel hevig gingen, de eerste 3-4 minuten en daarna niks meer. Dan was dat natuurlijk vaak puur door het feit dat het er afging of uitlekte of wat dan ook. Maar dan konden we natuurlijk wel zien in 3 minuten dat het heel fel is. Er waren natuurlijk ook producten die ze 1 keer namen en dan ook niet meer. Dus zo hebben we heel veel producten kunnen testen. Natuurlijk omdat Daniel deze testen heeft gedaan. We hebben deze testen ook gewoon op neutrale basis gedaan. Dus dat wil eigenlijk zeggen, we hebben het ook voor andere firma's gedaan. Dus het was niet een proeven enkel voor, zeg maar voor Dreambaits. Nash Baits heeft er aan meegedaan. Sisimore, Solar, Cipro. Dus toch een aantal zeer gerenommeerde bedrijven hebben eraan meegedaan. Hebben ook input gegeven. Hebben ook hun bepaalde ervaringen gewisseld. Samen met Gary Bates hebben we contact gehad. Toch ook iemand die zijn strepen in het aas absoluut heeft verdiend. En absoluut weet waar hij mee bezig is. Dus we hebben heel veel contacten gehad hierover. En dat was natuurlijk super interessant. Dus we konden heel veel dingen aftoetsen. Kijken als dezelfde resultaten hadden. Praktijkresultaten naar theoretische dingen omzetten. Dus dat was natuurlijk super interessant. En zo hebben we dus eigenlijk deze testen gedaan. Dus met de infrarode camera. En dat was echt zeer, zeer nauwkeurig. We hebben alle testen minimum 3 keer gedaan. En voor 95%, en dat heeft meer dan 2 jaar lang geduurd, dat we met deze testen bezig zijn geweest. En in die 2 jaar tijd kunnen we echt wel zeggen dat 95% van de testen steeds overeenkwamen met hetzelfde, zo goed als hetzelfde resultaat. Dus dat wil voor ons toch zeggen dat het zeer betrouwbaar is. Natuurlijk, dit is in een kunstmatige omgeving voor die karpers. Dus in de natuur zou het eventueel nog iets anders kunnen zijn. En zullen ze ook wel door andere dingen beïnvloed worden. Bijvoorbeeld natuurlijk voedsel en dergelijke. Maar het gaat er vooral om, wat doet dat product en welke prikkel geeft hij of welk signaal geeft hij naar de vis? En dat was wel heel duidelijk onderscheiden. Moest u interesse hebben, hier zijn een aantal regeltjes waar we rekening mee hebben gehouden. We hebben natuurlijk niet zomaar deze testen gedaan. We hebben gezorgd dat het water ongeveer altijd dezelfde pH had, watertemperatuur, hoeveel keer we ze verschoonden. Ik moet ook zeggen, we hebben die vissen in 2 jaar tijd een zeer neutrale pellet gegeven. Dus die niet een soort sojapellet. Die niet geflavored is, die niet gekleurd was. Die eigenlijk heel weinig de vissen kon beïnvloeden. Verder wil ik het dadelijk ook gewoon even hebben, wat ik ook ga behandelen in het in de delen hierachter, is eigenlijk ook de invloed van pH-waardes. Daar wil ik ook nog een uitgebreide uitleg dadelijk over geven. En natuurlijk ook, zoals ik net al zei, hoe we dat hebben getest van de liquids en wat de resultaten daarvan waren. Zoals je ziet, zijn dat de testen. Dit was dus de nulproef in de donker. Gingen de vissen dat nemen. Dus natuurlijk niet in het donker. Anders kon ik u natuurlijk geen beeld laten zien. Dus het is echt weer een nieuwsgierige reactie van de vis. Wat wel heel
opvallend was, is dat bijna alle flavors die we hebben getest, eigenlijk wel een iets of wat voedselprikkel had. 95%, zeker 95%, misschien wel meer, van de flavors die we hebben getest. En geloof me, het zijn er ontiegelijk veel, liquids en flavors die we hebben getest. Was het zo dat ze een prikkel gaven? Was het nu een lage, een middelmatige of een hoge prikkel? Bijna alle flavors gaven een prikkel. Het was heel, heel, heel zeldzaam dat een flavor geen prikkel gaf. En echter, en dat werd pas na praktijktesten eigenlijk duidelijk, waar ik dadelijk verder op inga, is dat eigenlijk de vissen een voorliefde hadden voor ofwel in het aas een zeer hoge prikkel, of een zeer lage tot geen prikkel. Vooral zelf geen prikkel was zeer belangrijk. Hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu? Ik denk dat zeker 80% tot 85% van de flavors een gemiddelde prikkel bevat. Dus ongeveer eenzelfde aantrekking heeft. Een goede of een matige. En daar is eigenlijk een heel groot aantal flavors bij die hetzelfde doen en hetzelfde brengen. En ik denk dat dat voor de karper gigantisch herkenbaar is. En daardoor ga je natuurlijk negatieve conditionering krijgen. Ik ga jullie ook heel even tussendoor, je kan het natuurlijk op pauze zetten, om een kleine greep van de proeven te kijken. Maar wat heel frappant is, of niet frappant is, wat zeer opvallend was, is natuurlijk de boterzuur die heel hoog scoorde. De aminol, het scoorde, maar de minamino. Ja, die vissen aten bijna het kurk op, waren ze helemaal gek van. En het mooie aan minamino is, je kan het niet overdoseren. Dus het is eigenlijk een perfect product daarvoor. De maple cream van Dreambait was een product die er absoluut bovenuit stak. De egg and brandy van Cipro had ook een zeer, zeer goede attractie. De smoked salmon van Solar was ook een van de betere flavors. En de Sissy More krab was ook een van de betere flavors uit hun range. Maar ik zou zeggen, doe het eens een keer op pauze en bekijk het eens. Er staan ook wel resultaten van Nash bij. Bijvoorbeeld de strawberry. Die had ook een gigantisch goed resultaat van Nash. De strawberry. Dus bekijk het zeker eens op je gemak. Het is natuurlijk maar een kleine greep van onze testen. We kunnen natuurlijk niet alles laten zien. Maar je kan er zeker alle bepaalde dingen uithalen. Na het analyseren van deze testen. En hier is maar een kleine samenvatting. We hebben natuurlijk zeer groot arsenaal aan flavors getest. Was er wel iets zeer duidelijk geworden en ook iets zeer vreemd. Het waren vooral de hoge voedselprikkels die heel hoog scoorden. Maar dit waren eigenlijk niet zoveel flavors. Maar ook in de praktijktesten waren de flavors die geen of een zeer lage prikkel hadden, scoorden in de praktijk zeer goed. En eigenlijk over het algemeen de gemiddelde flavors scoorden matig tot niet zo slecht, maar niet fantastisch. Ze staken er niet bovenuit. En er was namelijk een reden voor. En die reden was eigenlijk, die is eigenlijk achteraf pas gekomen na meerdere praktijkproeven en testen. Maar dat is natuurlijk ook een onderdeel van testen. Soms heeft het gewoon zeer lang nodig dat je het juiste puzzelstukje op de juiste plek kunt leggen. En wat is eigenlijk het grote probleem geweest? Natuurlijk, deze testen die gebeuren in de natuur. Dus dat is natuurlijk een andere omgeving. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten dat die karpers al meer dan 30 jaar lang, zelf langer, bollies voorgeschoteld krijgen en dat er een bepaalde dressuur op zit.
En zoals ik al zei, 80% van die bollies, die hebben dus een matige voedselprikkel tot iets betere. En dat komt natuurlijk zeer vaak voor. Dus dat wil ook zeggen, als het zeer vaak voorkomt, dat karpers er zeer vaak aan zijn gevangen. En dus ook zeer vaak negatief op geconditioneerd zijn. Denk een beetje aan het belonen van de hond met eten en regelmatig een keer zou slaan. Ja, dat zou die hond geven op het moment dat bepaald eten ook niet meer eten. En dat is natuurlijk bij het karpervissen ook van tel negatieve conditionering. Maar dan ga ik een voorbeeld geven, zelf twee. Bijvoorbeeld de Ester Blend van Solar was één van de best verkopende flavors. En dat was omdat die flavor een heel groot succes was. Onze verbazing, en ook Dennis de Wilde, zijn verbazing was zeer groot dat deze test een zeer slecht resultaat gaf. De theorietest bij de voedselprikkels gaf een zeer slechte resultaat. Puur omdat die zo goed verkocht waren. Er waren zoveel moeilijke vangbare vissen opgevangen. Zoveel grote vissen opgevangen. Zoveel goede vangsten opgebeurd. Dus hij zei, ja, ik geloof helemaal niet in die testen. Dat kan niet kloppen, want de praktijkresultaten liegen niet. En eigenlijk had hij ook gelijk. Echter, ik zelf had ook in Dreambaits een body, Insecto All Season. En hier was het eigenlijk hetzelfde probleem. Dat was een krab- en prawn-flavor. En wat gebeurde er namelijk? Die body was ook zeer en zeer en zeer goed. En wat heb ik eigenlijk gedaan? Op basis van deze proeven had ik een squid en octopus op die insecto gezet. Dus ik had die body aangepast. En ik ga je zeggen waarom. Waarom had ik die body aangepast voor de klanten? Ik had het gevoel van, kijk, het is een hele goede body, maar mijn voedselprikkeltesten bij de vissen, die geven niks. Dus ik had gewoon een resultaat nul van deze voedselprikkels. Dus ik dacht, ja, waarom zou ik überhaupt geld uitgeven aan een flavor met een lage voedselprikkel of geen voedselprikkel? Dat is weggegooid geld. Dus die mix is in orde, maar die flavor niet. Dus ik ga gewoon die mix nog verbeteren met een hele hoge, met een hele goede prikkel. Dat was de Squid and Octopus flavor, die relatief goed scoorde. Toch veel beter als de gemiddelde flavor. Dus ik dacht, dan maak ik eigenlijk die body nog beter. Echter, de praktijkresultaten, die valden eigenlijk tegen. We vangden niet slecht op deze body, maar de resultaten waren niet zo goed als de insecto met de krab en prawn. En toen ben ik eigenlijk een beetje beginnen nadenken. Hoe is het nu mogelijk dat bijvoorbeeld zo'n Ester Blend met zo'n track record en zo'n krab en prawn, die geen of amper een voedselprikkel geven, zo goed hebben gescoord naar grote vissen, moeilijk vangbare vissen? Dat is eigenlijk een vraag die continu door mijn hoofd speelde. En toen ben ik daar echt over gaan nadenken, over gaan praten. En op een gegeven moment kwam ik eigenlijk tot de makkelijke conclusie. En eigenlijk kon je gewoon zeggen, ik kan het heel makkelijk voorstellen als ik het naar mensen projecteer. De vissen krijgen meer dan 30 jaar bodies. Als ik jullie 30 jaar lang een warm bord eten geef en jullie vinden dat super lekker, veel lekkerder dan bijvoorbeeld een koude schotel, ik zeg maar iets, en ik geef jullie dat 30 jaar lang, maar in die 30 jaar lang zal ik jullie regelmatig een goede box op je gezicht geven. En in die 30 jaar lang dat je koude schotel eet, gebeurt er nooit niks. Als ik je dan nu zou vragen, wat heb je het liefst? Die koude schotel of die warme, lekkere maaltijd? Dan gaan jullie zeggen, wat heb ik het liefst? Die warme maaltijd. Dat klopt. Maar als ik jullie zou vragen, wat vertrouw je het meeste? Die warme maaltijd of die koude schotel waar in al die jaren nooit niks is gebeurd, dan ga je zeggen, de koude schotel. Dus het is helemaal niet, als je dat omzet naar het vissen.
waar heel veel waters, waar heel veel hengeldruk is, is het daarom niet gek dat er, als er wordt veranderd van flavor naar andere dingen, een iets verandert, dat je plots een aas terug opnieuw gaat vangen, dan heeft dat een reden. En dat is gewoon negatief geconditioneerd. Maar dan moet je denken, als het dan geen voedselprikkel geeft, iets wat zeer zeldzaam, iets wat zeer zeldzaam is, dan ga je natuurlijk het makkelijk kunnen zien dat die vissen dat aas heel erg vertrouwen. Vinden ze het daarom misschien aantrekkelijker, dat aas? Waarschijnlijk niet. Maar ze vertrouwen het aas veel meer. En dat is volgens mij de nummer 1 reden waardoor dat die karpers, die moeilijk vangbare karpers, die grotere karpers, zo makkelijk of veel makkelijker op de kant kwamen als op de bodies of aas wat gemaakt is met een algemene flavor, met een matige voedselprikkel. Dus zo zie je maar dat ja, ik eerst dacht dat ik het had gevonden, maar eigenlijk de foutste puzzel, het foute stukje op de foute plek lag in de puzzel. En achteraf ga je dat pas merken. En kan je de puzzel op het juiste plekje leggen. En dan kunnen er natuurlijk zeer, zeer mooie resultaten tevoorschijn komen. We gaan heel even terug in de tijd. In de testperiode van 2013. En waarom toen? Toen heb ik eigenlijk voor het eerst een aas ook commercieel op de markt gebracht. Zonder flavor. Want eigenlijk, als je iets wilt zonder prikkel, ja, waarom zou je dan überhaupt die flavor erin? Zo zijn natuurlijk dan ook de voedselprikkeltesten naar de praktijk gebracht. En zoals ik al zeg, waarom zou ik er flavor toevoegen als ik een absolute prikkel wil uitschakelen om de vissen niet negatief te conditioneren? Dan doe ik er dus gewoon geen flavor in. We hebben een aas gemaakt met alternatieve grondstoffen, met een hoge aantrekking van een eigen, zonder flavor. Dat hebben we dus in een praktijktest gegoten en je gaat dadelijk in de volgende dia's zien. Dit was echt een zeer, zeer groot succes. Het maakt ook niet uit als je aas zou kopen of zelf zou maken. Probeer het zeker en vast. Je aas te bevissen zonder prikkels. En je zal zien dat je echt extra resultaten gaat hebben met moeilijk vangbare vissen. Zelf meer vangen, grotere vissen vangen, noem maar op. Omdat je voor een heel groot stuk de negatieve conditionering van die vissen wegneemt. Plus, iets wat geen voedselprikkel heeft, of wat geen vloeibare voedselprikkel heeft, is natuurlijk ook een stukje selectiever naar aantrekking van het vissen toe, waardoor je eigenlijk sowieso al een iets hoger gemiddeld gewicht gaat hebben als dat je normaal zou bekomen met een flavor met een hele hoge of een matige voedselprikkel. Maar als je zelf heel veel vertrouwen hebt in bijvoorbeeld aas, en dat kan natuurlijk ook van een ander merk zijn, dat maakt niet uit, maar stel je hebt heel veel vertrouwen in een aas van je eigen, dan kan je die voedselprikkel ook voor een groot deel zelf ook wegnemen. Dat kan eigenlijk heel makkelijk. Je neemt gewoon water met een emmer en je doet je aas erin. En je laat gewoon je aas een dag of twee weken, zodat al de vloeibare dingen oplossen. En zo zal het grootste gedeelte van je aas uitgelekt zijn. Dit gebeurt natuurlijk ook vaker. Denk maar aan waters, aan zwaar beviste waters. Vaak zeggen ze, ja, na 48 uur begon in één keer mijn voerstek te lopen. Wel, heel vaak zijn die karpers misschien wel al aanwezig, maar zijn het zeer gedresseerde karpers. En doordat ze zo op hun hoede zijn, gaan ze pas de voerstekken opruimen wanneer de bollies
wat malser zijn geworden. Het is natuurlijk niet alleen de voedselprikkel, het aas wordt wat zachter. De vloeibare prikkels zijn eruit. En dan worden ze natuurlijk gevangen, want hoe vaak is het niet dat mensen hun aas vervangen terwijl ze aan het vissen zijn. Zelf zijn erbij die ik zeg maar iets op 3-4 keer zonder aanbeet te krijgen op 24 uur een aas verversen. Dan zit je natuurlijk voor instant visserij met een zeer hoge prikkel. Maar zoals je ziet, dat is niet altijd een positief effect. Vaak is het gewoon zo, vorige week de aas kan gewoon een zeer, zeer grote plus zijn. Hier zie je trouwens een aas. Dat is al meer dan 2 jaar in testfase. Het is eigenlijk een zwarte bolly. Waar we ook pop-ups van hebben, Chokita. We hebben enkel de pop-ups hiervan uitgebracht. Waarom? Omdat we natuurlijk problemen hadden met de kleurstoffen. En na 2 jaar hebben we eigenlijk de bolly terug in de koelkast gezet. Terwijl we eigenlijk zeer tevreden waren over de resultaten. Echter, het grote probleem is natuurlijk zwarte en witte kleurstoffen. Die zijn zeer agressief. Omdat het vaak metalen bevat. En die wouden we eigenlijk liever niet meer gebruiken. Enkel bij pop-ups, omdat het natuurlijk geen gevaar heeft of een negatieve invloed op de gezondheid van de vis kan zijn. Echter, sinds een paar maanden hebben we eigenlijk een zwarte natuurlijke kleurstof ontdekt. En daar zijn we nu terug, zeg maar, te testen. Terug naar boven gehaald en nu zijn we natuurlijk volop met ons team de zwarte bollies terug aan het testen. Helaas nu met de coronasituatie en de lockdown kunnen wij zelf heel moeilijk nog testen. Dus op dit moment is het zelf onmogelijk. Enkel de Nederlandse jongens of de Duitsers die kunnen het wel eens testen. Maar in elk geval, hou het zeker in de gaten, want de komende tijd ga je er van ons op de kanalen zeer veel van zien. Over de nieuwe zwarte aas. Dus hou het zeker in de gaten. En het wordt zeker vervolgd. Maar in elk geval, het belangrijkste aan deze dia is, je kan dus perfect je aas ook voedselprikkelvrij maken. Want probeer de test maar eens te doen. Je zal heel moeilijk nog aas kunnen kopen waar geen flavors in zitten. Dat is bijna onmogelijk. Probeer het maar zelf op een beurs, zoals bijvoorbeeld in Zwolle, te zoeken naar aas zonder voedselprikkels. Je gaat het niet vinden. Ook wij hebben onze voedoe uit de markt genomen. Niet de Voodoo Plus, maar de voedoe zonder flavor. Wat ik heel jammer vind, want het is een van de beste bollies waar ik mee heb gevist. Echter, de meeste mensen bepalen het aas op een beurs, op waar dan ook, bepalen vaak de vangkracht door zelf de bolly te nemen en naar de neus te doen. Hier wordt vaak voor 80% bij de mensen bepaald, ga ik vissen met het aas, ja of nee? Vind ik het lekker, dan zal de karper het ook wel lekker vinden. Maar zo werkt het eigenlijk niet. Het is natuurlijk helemaal niet belangrijk. Het is natuurlijk, wat vindt de karper belangrijk aan het aas? En dat moet natuurlijk smakelijk zijn, dat moet natuurlijk een functie hebben, dus de vis moet er ook wat aan hebben, moet relatief goed verteerbaar zijn. In elk geval, een aas moet natuurlijk zeer veel goed, op zeer veel punten zeer goed scoren. Enkel, in elk geval, dit is een onderdeel ervan, dus je kan het makkelijk, als je zelf aas maakt, doe er geen flavor in, probeer het eens een keer. En als je zelf aas koopt, daarom geen dreambaits, dan kan je ze nog altijd laten weken. Wat heel makkelijk is, nog één tip om aas te laten weken. Je hebt van die trakkeremmers die je onder water kan zetten en kan draaien en dan het water eraf kan doen. Dan kun je ze drogen. Dat is echt een perfect instrument om bollies te laten voorweken. Ik ga jullie nu een paar voorbeelden laten zien van successen die we hebben gehad op aas zonder voedselprikkels. En ik moet zeggen, mij hebben ze destijds in dat jaar compleet omvergeblazen. Ik had nooit niet durven dromen dat we zo goede resultaten gingen hebben op dit soort aas zonder flavor
of vorige week de aas. Kijk zelf maar even mee. Dit is een water, een van de hardste waters in België. Wel extreem veel natuurlijk voedsel. Ik heb toen in 10 nachten tijd ongeveer een 5-tal vissen kunnen vangen. Dit is een vis zelf, die was er al 12 jaar niet uitgekomen. Dat jaar, toevallig of niet, ook door Daniel gevangen. Dus die heeft zijn linkjes ook wel goed gelegd de laatste jaren. Aan de hand van de onderzoeken natuurlijk. Maar toch frappant dat dan juist zo'n vis eruit komt op een aas. Na meer dan 12 jaar niet gevangen te worden, moet je denken. Zeer bekende vis ook, de luitenant. Terug te vinden in het boek van Alain. Hier zo'n vroeger de Eberon. Als je dan bedenkt dat ik in nog geen 10 nachten tijd 5 vissen heb kunnen vangen op dat aas. Dat geeft natuurlijk gigantisch veel vertrouwen. Het is natuurlijk niet alleen het aas, dus ook op het juiste moment, op de juiste plek. Maar mijn vangsten waren ook in de zomer, in de nazomer, in het najaar, op dat type aas. Dus het gaf wel aan dat het gewoon werkte. Al is hier hengeldruk niet altijd een zeer grote factor die doorslag geeft. Maar zijn de vissen, doordat er zo'n klein bestand zwemt en zoveel natuurlijk voedsel is, is dat natuurlijk wel een hele grote, eigenlijk je grootste concurrent die je kunt hebben. Dat is eigenlijk gewoon natuurlijk voedsel. Omdat de vissen kunnen misschien in het begin relatief makkelijk vangbaar zijn in de eerste levensjaren van de vissen. En later, doordat ze niet negatief geconditioneerd zijn, op het moment dat die vissen negatief geconditioneerd zijn en met een laag aantal op het water zwemmen, dan hebben ze die bollies met een voedselprikkel helemaal niet nodig. Dat is niet veilig voor hen. Ze halen genoeg voedsel uit de natuur. Dus die bollies die worden genegeerd. En daar zit je dan. En dan zie je toch dat je met zo'n aas toch wel aardig het verschil kon maken. Kurt, destijds iemand die heel gepassioneerd en heel fanatiek was. En eigenlijk voor ons, in ons team, een van de perfecte mannen was om te testen. Waarom? Kurt viste 5 dagen per week, dus die kon zeer veel testen. En op dat moment had hij een gigantisch succes. Op een openbaar water in België, wat volgens mij op dat moment nog niet voordien gebeurd was, vangde hij op aas zonder voedselprikkels 3 vissen op 1 nacht boven de 25 kilo, plus nog een 20 kilo binnen de 24 uur. Dus we hadden al zoiets van, dit is ongezien, dat hebben we nog nooit gezien. Dat gaan we waarschijnlijk ook niet meer op een openbaar water nog eens meemaken. We waren echt verbijsterd. Ik ben toen de foto's genomen en we waren echt allebei zeer opgetogen. En zeer veel vertrouwen kregen we natuurlijk in het aas. Het leek wel alsof we weinig konden fout doen. En dit ging eigenlijk ook zomaar gewoon verder. Ik zelf was al een geruime tijd op een water met 1 grote vis en voor de rest allemaal kleinere vissen. Mijn tanden aan het kapotbijten. Ik had al een heel groot gedeelte van het bestand gevangen. Echter, mijn target die zat er niet bij. En ook het voordeel natuurlijk, wat ik weer dacht, was van kijk, ik ga toch eens een keer dat aas nog eens inzetten. Zonder voedselprikkels is normaal gezien ook wat selectiever. En wie weet vang ik hem nu wel. En zo gebeurt zo gedaan. Ik kwam aan het water. Na een kwartier had ik onmiddellijk een aanbeet van een kleinere schub. En ik denk van, ik heb de vissen erop. Maar misschien zijn ze toch iets te hevig. Dus ik dacht, weet je wat, ik gooi een iets grotere. Dan dat is natuurlijk ook een stuk tactiek. Ik gooi er 3, 4, 5 kilo. Ik denk dat ik toen 5 kilo over de hengel heb gegooid. Om de kleinere vissen wat te verzadigen. En de hoop te hebben om deze grote vis te vangen. En 's morgens loopt die toch ook af. Ik heb misschien nog 1 vis bijgevangen. Buiten deze. En daar was die dan. Mijn target. Ook weer op een aas zonder voedselprikkel. Dus toch wel verpand. Bij mijn eerste nacht testen. Daar was die. En
Kurt was al een tijdje bezig op ook een van de moeilijkste waters in België. Op het water waar de Mohikaan zwemt. En dat was een schub die er heel, heel, heel weinig uitkwam. Ondertussen wel helaas dood. Een schub van boven de 30 kilo. En op het water zwommen misschien nog maar 4 of 5 vissen op 40 hectare. Dus het is niet eenvoudig. Kurt was al bijna 2 maanden aan het blanken op het water. Hij wisselde wel af en toe af met nog een of twee andere waters om het blanken verdraaglijk te maken. En ik zei hem ook, ja, waarom zou je niet proberen op het water om zonder voedselprikkels te vissen? Je kunt het maar proberen. Breng het niks op, dan heb je tenminste geprobeerd. En na 2 uurtjes vissen stuurt hij al van... De eerste vis is een feit. Het was wel een brasem, een grote brasem, maar ook dat is zeer zeldzaam daar. Maar toch een klein succesje om überhaupt op dat moment beet te krijgen. En een paar uur later, ik was zelf op dat moment ook aan een sessie bezig. Een paar uur later stuurde hij mij van... Makker, het is gelukt. Hij ligt op de kant. Kan je morgen foto's komen maken? Nu moet ik wel zeggen... Die nacht was een zeer goede nacht. Alles klopte natuurlijk ook. De luchtdruk zat goed. Net na een storm. Alle factoren. Het is natuurlijk niet enkel aas wat het verschil maakt. Daar moeten we ook altijd eerlijk in zijn. Aas kan een heel groot onderdeel zijn in de visserij. En is het ook. En je kan er heel veel dingen door bepalen of uitschakelen. Of dingen naartoe werken wat vergemakkelijkt. Maar in elk geval, op dat moment was ik zelf ook aan een sessie bezig. En zoals ik er straks al zei, het is zeer zeldzaam. Het was eigenlijk ongezien van de sessie die Kurt had gedaan, van die 3 vissen boven de 25 kilo. Ik zelf was aan een sessie bezig, maar dat kon ik toen nog niet weten. Ik had op dat moment mijn eerste vis gevangen, die nacht. Als ik mij niet vergis... Voor mijzelf op dat moment ook een nieuw record. Play op 33 kilo 1. En ik stuurde... Kurt, je kunt het niet geloven, maar ook hier heeft het aas zijn werk gedaan zonder voedselprikkel. Ik heb alvast mijn eerste vis gevangen. Ik heb mijn nieuw pb. Dus we hadden allebei feest. Ik kan helaas morgen vroeg geen foto's komen nemen. Omdat ja, ik heb natuurlijk zelf een hele mooie vis te fotograferen. Maar wat ik niet wist op dat moment... was. En we stuurden natuurlijk ook naar elkaar van, hoe gek is dit? Welke resultaten zijn we nu op zo'n korte tijd aan het creëren? We waren uit het onzinnige. Maar ik wist natuurlijk nog niet wat mij te wachten stond. Het is zelf onwezenlijk. Maar ik haakte. Helaas, ik verspeelde er eentje, maar ik vervangde eigenlijk door de dag. Kreeg ik nog een 3-tal aanbeten erbij, 's morgens door de dag. Helaas, eentje verspeelde ik ervan. Maar bijna een tijdspanne van 48 uur dat ik viste. Maar mijn aanbeten zijn bijna allemaal binnen de 24 uur gevallen. Tijdens die 48 uren durende sessie. Had ik 3 vissen kunnen vangen met een gemiddeld gewicht van meer dan 30 kilo. Ik had ook nog het geluk om de reelting op 32 kilo af te vangen. En ik had ook nog de MP kunnen vangen op een gewicht van, als ik me niet vergis, tussen de 25 en de 26 kilo. Maar het zou ook iets zwaarder kunnen zijn. Ik weet het niet. In elk geval, deze 3 vissen samen wogen meer dan 30 kilo. Dus iets wat wij dachten dat niet meer verbroken kon worden, dat van Kurt. Dat was dan plots eigenlijk heel onwezenlijk, maar toch gebeurd. En ook weer op het aas zonder voedselprikkels. En het ging maar verder. Het jaar daarna was ik op een ander water gestart. Daar heb ik een 3 maanden intensief gevist. En mijn target was de Engelse. Het was een van de vissen die meestal, als je er gericht op viste, bij de eerste 10 vissen zeker gevangen werd. Zelf vaak bij de eerste 5 vissen. Het was dus niet... De moeilijkste vis. En vaak zijn niet de moeilijkste vissen vaak de grootste vissen van het water. Want het is zeker niet zo dat de moeilijkste vissen altijd
of de zwaarste vissen altijd het moeilijkste vangbaar zijn. Dat is vaak zelf een tegendeel. Maar op dit water was er ook een vis die eigenlijk zoals om elk jaar of om de 2 jaar gemiddeld 2-3 keer gevangen werd. En ik vond het een hele mooie vis, maar daar had ik mijn hoop niet op gezet. Ik ging eigenlijk voor die grote vis van boven de 30 kilo. En ik wou natuurlijk deze ook wel graag vangen, uiteraard, want het is een prachtige vis. Maar deze kwam er niet zoveel uit en meestal vang je die grotere veel eerder als deze. Meestal is het zelf een beetje een gelukstoetreffer of je moet natuurlijk op zo'n water, als je je target hebt gevangen, gewoon doorvissen. Dus sommige locals hebben deze vis natuurlijk gevangen, omdat ze wel iets langer als hun target hebben doorgevist. Echter, ook weer beginnen voeren met aas zonder voedselprikkels. Omdat natuurlijk, ja, vorig 2013 was een topjaar. En dat wouden we natuurlijk graag doorzetten. En ook weer frappant, op zeer korte termijn vangde ik deze vis. In 3 maanden tijd vangde ik deze vis, die normaal zo moeilijk is, 4 keer. Ik moet wel eerlijk zeggen, niet zo lang daarna is deze vis gestorven. Hij was ook gigantisch oud. Het kan natuurlijk ook een stukje meespelen dat de vis minder sterk of minder gezond of ja, hoe moet ik het uitleggen? De vis eigenlijk al op de terugweg was. En dan is het vaak, dan gebeurt het wel eens vaker voor ze sterven, dat ze nog voor hun dood nog 2-3 keer op zeer korte tijd gevangen worden. Maar op dat moment zag je er nog perfect uit. Voor de paai, na de paai. Schoon wel 1 kilo of 2. Maar 4 keer gevangen. En alweer zeker 3 van de 4 keer op aas zonder voedselprikkel. Dus dan begin je toch wel te bedenken van, hey, hoe komt dat nu? Omdat in de eerste keer had ik de vis gevangen in een hoekje waar normaal niemand viste. Had ik mooi aangevoerd. En daar had ik hem de eerste 2 keer gevangen. Binnen de maand. Dus ik dacht, ja, misschien is dit wel eens een hoekje. Mensen die vissen er niet zo vaak. Dus dat is misschien de reden waarom dat ik hem wel vang en andere mensen minder vangden. Maar uiteindelijk heb ik hem nog op 2 andere plekken binnen de 2 maanden die erop volgden ook gevangen. Dus dat was ook niet echt van tel. En ik denk dan ook weer dat het aas zonder voedselprikkels absoluut heeft meegespeeld. En zou je denken, is dat een uitzonderlijk resultaat? Toch niet, want Kurt deed namelijk hetzelfde. Kurt was in distant vissen op de halve maan, dus gewoon in openbaar water. Een bekende vis, dat was de bleke, ook toen op een topgewicht. En ook Kurt, die ging zonder voedselprikkel die vis 4 keer vangen in 45 dagen. Terwijl ook deze vis een zeer, zeer lastige klant was. Dus zo zie je maar steeds dat de resultaten van mij en Kurt, dat het niet vaak toevalstreffers waren, maar dat dingen die gebeurden, niet alleen bij mij gebeurden of bij Kurt, maar ook omgekeerd. Dus dat versterkte natuurlijk wel onze vermoedens. En dat was op laatste natuurlijk niet meer onze vermoedens, want natuurlijk, na genoeg praktijkmateriaal af te toetsen tegen een theorie, dan kan je op een gegeven moment toch wel zeer goede conclusies trekken en je voordeel daarmee doen. Vaak heb je waters waar de zwaarste vissen de makkelijkste zijn of toch zeker niet de moeilijkste vissen. Zo hadden ik en Kurt beide een target. Ik had de Engelse, Kurt had de Brutus van de halve maan. En beide hebben we zeer, zeer lastig gehad om deze vis te vangen. Kurt was al 3 tot 4 jaar zeer fanatiek bezig. Had het bestand al meer dan 2, misschien wel 3 keer het bestand op de kant gekregen. Maar zijn target zat er maar niet bij. Ik was ook al 3 maanden
gas aan het geven op en aan het vissen achter de Engelsen. En ook ik had misschien één vis verspeeld. En ik had ook al bijna de hele bestand gedubbeld. En de grootste, de tweede grootste vis, zoals je net al zag, had ik zelf al 4 keer. En dan begin je natuurlijk vragen te stellen. Hoe komt het namelijk dat ik die vis niet krijg gevangen? En dan ga je kijken naar recente vangsten. Waar is het op gevangen? En ik doe sowieso altijd, als ik targetvissen, hou ik een logboek bij. Probeer ik zoveel mogelijk informatie van het desbetreffend water te verschaffen. En zo ga ik dan natuurlijk mijn linken leggen en ook mijn aaskeuze bepalen. Ik gebruik graag 2 verschillende soorten. Bijvoorbeeld een Vitella zoet en een Krillen octopus, een visachtige bolly. Waarom combineer ik die eigenlijk graag? Gewoon om de volgende reden en de simpele reden. Omdat ik zo meer vissen bereik en meer vissen aanspreek, waardoor ik ook eigenlijk meer vissen kan vangen. Maar om verder te gaan over die voedselprikkels. Soms is het gewoon makkelijk om een zeer hoge voedselprikkel te nemen, omdat sommige vissen zijn er nu gewoon heel erg gevoelig aan en zijn ook daarom veel makkelijker vangbaar. En bij het omschakelen naar een zeer hoge voedselprikkel had ik het geluk bij de tweede nacht mijn target te vangen. Maar ook Kurt, kort na het omschakelen naar de Voodoo Plus, dus eentje met een zeer hoge voedselprikkel, ging hij eigenlijk ook heel snel kort daarna zijn target vangen. En soms is het wel raar, omdat in mijn geval was ik vrij fanatiek in vissen in 3 maanden tijd. Maar Kurt zat natuurlijk al 3 of 4 jaar zeer fanatiek te vissen achter deze vis. En ik kreeg hem maar niet gevangen. En zo zijn er verschillende jongens. Ik heb er ook een paar keer gevist. Zelf afgelopen jaar nog. Want Brutus was mijn target. Absoluut een prachtige vis. Helaas is die vorig jaar tijdens mijn jacht is die op een gegeven moment in rond september dood teruggevonden. Zelf ben ik aangevangen met zeer attractief aas ook. Zeer goed gevangen. Zeer veel moeilijke vissen, mooie vissen. Eigenlijk een beetje alles gevangen wat ik wou vangen. Verschillende vissen ook gedubbeld. Ik denk dat ik alle vissen die hierop staan minstens 2 keer heb gevangen. Ik heb een bepaalde vis 3 of 4 keer zelf gevangen op het desbetreffende water. Helaas ook weer Brutus niet. Op laatste ben ik zelf ook teruggeschakeld naar een Voodoo Plus. Ik had hier eigenlijk gestart met een Vitella. Omdat heel veel klanten van mij het jaar ervoor zeer goed hadden gevangen met Vitella. Dus ook wel een beetje gewenning was geweest bij de vissen. Dus ik dacht, ik ga daarop verder. En dat was zeker een succes. Zeker na aantallen vissen te vangen. Maar ook weer nu. De top 2, die passeerden me niet. Op laatste ben ik nog wel overgeschakeld naar de Voodoo Plus. Maar helaas is die vrij kort daarna. Toen ik al even op een ander water tussendoor aan het vissen was zelf. Gestorven. Dus die target zal helaas niet meer voor mij zijn. Maar ik denk wel dat ik hem misschien had gevangen. Een zeer grote kans als ik zie hoeveel vissen ik heb gevangen. Maar het is niet altijd een succes. En het blijft nog altijd vissen in de plaats van vangen. Nog een extra tip die ik jullie meegeef. Als jullie een zeer hoge voedselprikkel willen bekomen. En ik denk zelf op dit moment een van de hoogste voedselprikkels die je kan hebben. Op dit moment. Om te gebruiken is bijvoorbeeld de Minamino Plus. Kap dat goed over je aas. Je kan er niet mee over doseren. Dat is een product, ja. Als ik eentje voor de rest van mijn leven moet kiezen, dan kies ik absoluut Minamino. Mega aantrekkelijk. En het voordeel is, ik zou het op 2 manieren inzetten. Wil je heel snel een beet, dan zou ik het enkel op je haakaas zetten. Dan zou ik met een korde infusa een beetje erin laten trekken. En goed schudden. En gebruiken. En je gewone haakaas, of je gewone voerbollies zou ik niet doen. Dan gaan ze veel sneller jouw haakaas opnemen.
En wil je de vis veel langer op je stek houden, dan zou ik gewoon alle bodies een goede geut minamino overdoen, een beetje laten intrekken. En voor je vis nog een klein laagje erover. En actie maar, zou ik zeggen. Probeer het zeker. Een betere tip met vloeibaar kan ik absoluut niet geven. Tot dit moment nog altijd geen beter product tegengekomen als Minamino Plus. Er zijn natuurlijk nog andere die ik heb toegelicht. Maar ja, voor mij persoonlijk is er nog maar één product die overal meegaat, altijd bij heb. En dat is Minamino Plus. Zeker proberen waard. Het volgende thema wat ik nu wil bespreken bij vloeibare prikkels is namelijk de pH. Over de pH is natuurlijk in het verleden al zeer veel geschreven en gezegd. Ik ga gewoon mijn eigen bevindingen weergeven die gebaseerd zijn op de proeven en ook op praktijktesten. En om één ding te zeggen over pH is namelijk bijvoorbeeld, ik heb vroeger het boek van Luc de Baas gelezen. En daar werd ook zeer veel over waterbollies voorweken in het water en zeer goede resultaten geboekt. Als ik me niet vergis, het is al zeer lang geleden dat ik het boek heb gelezen, maar ik dacht dat dat ook voor een stuk werd geweten of gewijd aan het feit dat die bollies TPA van het water overnamen en de vissen het eigenlijk beter apprecieerden en daardoor gingen ze meer vangen. Ik denk persoonlijk dat het eigenlijk puur om het feit was, zoals ik eerder heb laten zien, is dat eigenlijk door het voorweken van de bollies, dus ook weer de actieve voedselprikkels weg te halen, dus uit te lekken zijn gegaan, dat die bollies eigenlijk als veilig werden beschouwd en daardoor ook meer en betere resultaten zijn gekomen. Het is trouwens zo, als je een bolly in het water gooit, ik denk dat het een uurtje, anderhalf uurtje duurt. Water heeft meestal een pH van 7 en een bolly is vaak 5, rond de 5. Als je de bolly zelf meet, kan natuurlijk iets meer, iets minder zijn. Maar in elk geval, het is trouwens ook niet zo dat als u een pH gebruikt van een 2 in uw bolly, dat je uw pH van de bolly naar 2 brengt. Dus als je een liquid van een pH van 2 in de bolly steekt, dan heb je natuurlijk geen bolly van 2. Het is wel zo dat je dan een vloeibare prikkel hebt met een pH van 2, dat wel. Maar het is dus niet dat je bolly verandert in een bolly met pH 2. Maar het is zo, gemiddelde bolly is eigenlijk rond de 5 pH. En als je die in het water gooit, dan gaat die al vaak naar, naar gelang hoe ver die van het neutrale af is, van de 7 à 8, gaat die eigenlijk zeer snel binnen een uurtje, soms zelfs een half uurtje tot maximum 2 uur, de pH van het water overnemen. Dus daar kan je al een stuk schrappen dat je er echt een voordeel mee kan doen. Maar het is wel een feit. We hebben alle flavors getest. En zoals je kon zien in de lijst, ik zou het zeker eens op pauze zetten, dan kan je de resultaten iets nauwkeuriger bestuderen. Maar een maple cream, dat is eigenlijk een flavor die als het beste eruit is gekomen. Die heeft een pH van 4,3. Een squid en octopus was er ook goed uitgekomen. Die had bijvoorbeeld een pH van 7. Maar dan zou je denken, maple cream was de beste flavor. Ik zoek andere flavors met een 4,3. En als de pH van doorslaggevend is, dan zou al die flavors met een pH van 4,3 een goed resultaat moeten opleveren. Maar dat is helaas niet het geval. Omdat wij in onze resultaten van verschillende flavors een hele goede flavor hadden van 4,3, maar we hadden ook bijvoorbeeld een hele slechte flavor in resultaten op voedselprikkels met een 4,3. En dat hadden we eigenlijk in alles. We hadden bijvoorbeeld een hele hoge pH van bijvoorbeeld een 7,8. Een hele goede voedselprikkel, maar we hadden ook flavors
met een 7,8 zuurtegraad die heel slechte resultaten. En dat hadden we met goede, met slechte, met heel goede. In elk geval, in alle cijfermatische pH-waardes hadden we wel goede en slechte gevonden. Dus daar kunnen we ook niet zeggen van we nemen deze pH van deze waarde en dit is goed. Wat we wel hebben gemerkt, is dat zeker voor het instant gebeuren, en dat is iets dat je veel makkelijker kan testen bij het bij de witvissen, omdat je daar veel sneller een respons en iets kan testen. Bij een pH van rond de 2, dat is natuurlijk het grootste contrast met het water zelf, dus het gaat ook veel langer duren voor dat ook het water heeft aangenomen. Hadden we wel het gevoel zelf dat bij dingen van een pH van 2, de karpers, ten eerste er precies veel harder werden door aangetrokken, maar ook precies veel nieuwsgieriger waren. Is dat nu dat ze het graag hebben of niet? Dat was precies niet altijd duidelijk. In elk geval, ze werden er heel erg snel naar aangetrokken. En iets wat een pH van 2 heeft, is bijvoorbeeld cola. Denk maar aan tijgernoten die vroeger Gulp had. Klaargemaakt met cola, die werkte zeer goed. Cola heeft een pH van 2. Maar ik ken ook wel verschillende. Dat is misschien een tip die niet elke witvisser graag hoort. Vaak zitten ze stiekem te vissen en mogen ze geen additieven gebruiken bij een wedstrijd. En we hebben ze dan bijvoorbeeld een blikje Red Bull op de viskist zetten. En als er niemand kijkt, dan doen ze snel over het voer of wat ze gebruiken, een beetje Red Bull. En dat laten ze er dan even in staan. En dan hebben ze eigenlijk ook een liquid gebruikt met een zeer zure pH van 2. Dus dat is een klein trucje. Natuurlijk zijn er verschillende producten die een zure graad hebben. En zelf hebben wij ook iets gemaakt. Dat is namelijk de acid dip. Dat is niet toegewijd aan het boterzuur. Boterzuur is een compleet ander product. Dat is ook een zeer agressief product. Wat bij een juiste dosering zeer goed werkt. Kijk ook maar in de lijst van de liquids. Boterzuur is zeer hoog gescoord in de voedselprikkeltesten. Dus het werkt absoluut. Maar hier is eigenlijk een eigen gemaakt zuur. Een beetje gecamoufleerd met wat Scopex flavor. Anders komt de liquid, gaan de mensen iets te snel raden wat de liquid is. En daardoor hebben we toch nog iets of wat een geheim product. Waar we onze eigenheid een beetje kunnen houden. En waar we zeker weten waar je dezelfde resultaat mee kan hebben. En ook gewoon perfect visvriendelijk en gebruikbaar kan zijn in alle wedstrijden of visserijen die je eigenlijk wilt doen. Zelf heb ik enorm veel producten ook getest, ook in de natuur, ook mosselen met welke pH en zo ze hebben. Maar de beste resultaten, pH-gericht, waren eigenlijk zeker de eerste 2 uren, was dan vaak met iets dat zeer zuur was. Daar had ik dus heel snel een zeer goede respons op. Maar zoals ik al zei, pH bij de flavors is absoluut niet heilig. Zo, dit is eigenlijk gewoon een klein beetje een samenvatting, mijn conclusie / theorie. Voor mij is pH, dat is geen maatstaf om een product te kunnen beoordelen, zoals ik juist heb uitgelegd. Verder, geen vloeibare voedselprikkel wordt als veilig ervaren. Dus zeker in dressuurwater kan je er absoluut je voordeel mee doen. En bijna alle flavors, zeker niet vergeten, bijna alle flavors bevatten een prikkel. Echter, flavors met geen of extreem lage hoge zijn zeer zeldzaam. En natuurlijk zijn er ook een aantal flavors die er in vangsten uitschieten met juist een zeer hoge prikkel. Dus vergeet niet als je gaat vissen, ik kan je maar één tip geven, kies meestal voor een zeer lage of geen prikkel of een zeer hoge. Maar probeer alles wat ertussenin zit een beetje te vermijden. Dus dat is eigenlijk mijn conclusie over wat ik jullie als grootste richtlijn kan meegeven. Dan zijn we bij het volgende hoofdstuk aangekomen. En dat is eigenlijk mailen. De mailen hebben we ook op een zeer op een manier getest, zoals de liquids.
echter met een pantyzakje. En de vissen gingen er dan heel erg aan slurpen, zoals je hier kan zien. En ja, wat je zeker moet weten, dat was wel op zich zeer belangrijk. Vooraf heb ik met Daniel een aantal kleine weddenschapjes gezegd, zo om te lachen, van omdat. Dus ik nam bijvoorbeeld dingen uit de praktijk. Ik zeg bijvoorbeeld, soja en lupine gaat heel slecht scoren. Waarom? Als ik met sojabonen of met lupine als partikel viste, dan had ik meestal een matig tot zeer slecht resultaat. Dus zei ik, sojameel op zijn eigen gaat geen goed resultaat geven. Dingen zoals een vleesmeel, als ik dat bollies maakte met vleesmeel, kwamen heel veel vliegen en alle dingen eraf. Op af, had heel veel aantrekking van alles. Daar had ik dan bijvoorbeeld, gewoon door logisch nadenken, zei ik, dat gaat een goede voedselprikkel geven. Zo had ik een aantal, aantal voorbeelden gegeven. En achteraf is dat ook effectief zo gebleken, dat mijn praktijkervaringen eigenlijk zo goed als voor 100% overeenkomen. De dingen die ik in de praktijk als een partikel of in mijn bolie heb verwerkt, getest, was vaak ook gewoon één op één, zoals de vissen het eigenlijk weergeven in de testen. Echter, het is natuurlijk iets complexer als dat. We hebben zoveel verschillende meelen en meelen kunnen eigenlijk verschillende functies hebben. En verschillende bijdragen hebben. Ik geef maar een voorbeeld. Soja is een product dat buiten zijn proteïnewaarde weinig toedraagt. Waarom? Bij het testen moesten de vissen het absoluut niks van hebben. Hetzelfde als lupine. De vissen namen het maximaal één keer en negeerden het. Maar dat wil niet zeggen, omdat er geen aantrekking voor de vissen is, dat dat product niet goed is in je bully mix. Ik geef maar een voorbeeld. Soja maakt bijvoorbeeld je mix dat het beter kan draaien. Dus dat is een voordeel als producent. Maar soja kan ook een bepaalde proteïne geven, wat weer nuttig is voor de vis. Dus soms kan je denken van, ja, ik doe het er niet in, want het is niet aantrekkelijk voor de vis. Maar het geeft natuurlijk meer dan dat. En je moet ook niet bang zijn dat je vissen gaat afstoten. Want het was namelijk zo, als wij sweetener bijvoorbeeld nemen, en wij voegden bijvoorbeeld 2-3% toe op de soja, we mengden het op en we gaven het dan aan de vissen, dan gingen de vissen wel het heel zakje met soja opeten. Waarom? Omdat het verwerkt was met sweetener. Omdat dat een andere smaak gaf. En toch, iets wat ze eigenlijk totaal niet graag hebben, gingen ze eigenlijk heel fanatiek eten. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk en speciaal om te weten voor de toekomst. Omdat als bollyproducent of iemand die zelf zijn aas maakt, is dat natuurlijk wel fijn om te weten dat je ook een minder product of zo zelf een goedkoper product. Zo kan je bijvoorbeeld, als je zelf aas maakt en je wilt op een rivier vissen, goedkoop aas, goedkoper aas maken, dat vaak perfect mogelijk is. Vergeet ook niet, als je geen concurrentie hebt, dan zijn vissen vaak niet zo kieskeurig. Maar uiteindelijk is een vis, als je concurrentie hebt, gigantisch kieskeurig. En daarom is aas ook zo belangrijk. Als ik thuis, ik heb zelf op dit moment nog een aquarium thuis. Helaas heb ik nog maar één vis erin, maar een tijdje terug had ik er nog een aantal vissen in. Als ik dan een paar blokjes kril neem en ik gooi die in het water, wat gebeurt dan? Ik weet, en een paar ingevroren blokjes bloedworm, dan weet ik op voorhand dat de karpers, door dat meermaals te hebben gedaan, een voorkeur hebben op de bloedworm. Als ik ze ga uithongeren, dus ik geef ze voor expres 2 dagen geen eten, en ik had bijvoorbeeld op dat moment 4 vissen, en elke vis eet 2 blokjes op, en ze hebben honger. En ik weet hun voorkeur was op de bloedworm. Als ik dan 7 blokjes kril erin gooi en 1
blokje bloedworm, dan zou je denken, ja, die vissen hebben honger. Die gaan alle vier flink eten. Maar dat was niet het geval. Die hebben, als ze een voorkeur hebben, gaan ze altijd eerst naar dat. En pas als dat op is, dan gaan ze naar het andere. Dus wat gebeurde er bij de testen, en dat heb ik meermaals getest, en dat heb ik ook in de praktijk meegemaakt. Moment dat ze een voorkeur hebben, en je blijft bijvoeren van hetgeen waar ze voorkeur in hebben, dan gaan ze het andere niet of nauwelijks eten. Dus al die vier vissen, die gingen als een gek tekeer op dat bloedworm. En die gingen pas van het kril eten, zodra alle bloedworm op was. Terwijl eigenlijk, als er een slimme vis was geweest, en die zei van, ik heb enorm honger, ik ga alvast aan de kril beginnen, dan had hij zich eigenlijk al zeer goed kunnen eten van de andere dingen. En minder moeten delen op het laatste toch in volume. Omdat die andere vissen zo lang en zo intensief eigenlijk vechten voor die bloedworm. Dus daaraan zie je toch, ook in praktijk vaak meegemaakt, dat zodra je concurrentie hebt, dat het zeer belangrijk is hoeveel je voert en met wat je vist. Want als je niet vist met wat je de voorkeur heeft en je buurman vist wel met iets waar ze de voorkeur naar hebben, dan kan je echt wel eens compleet weggevist worden. Dus het is zeker iets dat je altijd in je achterhoofd moet houden. Zorg dat je, heb je geen concurrentie, zowel niet van natuurlijk voedsel als van een andere visser, dan maakt het allemaal veel minder uit en dan is het vaak allemaal niet zo moeilijk als je op de juiste plek op het juiste moment vist. Maar zit je met concurrentie, dan gaat echt aas echt wel een verschil kunnen maken. Wat ik ook wil meegeven, is bij de mailen, echt een schraal aas maken als body is eigenlijk zeer moeilijk. Omdat als je bijvoorbeeld al met tarwe en maïs en eiproducten werkt, dan heb je eigenlijk sowieso al een redelijk attractief aas. En zeker als je veel met een eipoeder of eicompound werkt, veel producten, wat we hebben gezien in de testen, die veel vetten bevatten, zijn vaak ook, in de mensen is dat zo, vaak heel smakelijk. En vissen hebben heel vaak heel graag dingen met zeer veel vetten. Dus melen met veel vetten zijn vaak zeer, zeer aantrekkelijk, is gebleken in de mixen. Dus vaak hoor je wel eens, ja, we willen met eivervangers werken om de dressuur te doorbreken. Heel veel gevallen is dat niet nodig. Zeker ook omdat je een aas een complete de smaak van het ei kunt verdoezelen. En dan is dat natuurlijk van iets minder belang. Natuurlijk, als je een compleet alternatief aas wil maken, dan kan je natuurlijk alle kanten op. En je kan met plasma's en noem het op werken. Maar let altijd op, want bepaalde producten, bijvoorbeeld een witte plasma, kan er ook voor zorgen dat je aas veel taaier wordt, waardoor het veel minder goed verteert en daardoor ook veel minder graag door vis wordt opgenomen. Dus natuurlijk, ja, een samenstelling, dat is natuurlijk zeer belangrijk. Vaak zie ik ook producten gebruikt worden, daar moet je ook zeker rekening mee houden. Ik zeg maar iets betaïne, dan gaan ze een betaïne gebruiken, een vloeibare betaïne in een aas. En dan gaan ze de bollies koken. Maar sommige producten zijn bijvoorbeeld al bij 34 tot 37 graden zijn die producten kapot gekookt. Zorg dan ook dat je bijvoorbeeld een kookvaste betaïne hebt. Dat bestaat. Maar ook in de testen bijvoorbeeld, een betaïne gaf geen voedselprikkel. Dan heb ik het wel over de melen. Geen voedselprikkel, maar het kan wel heel belangrijk zijn in je aas, omdat het een functionele werking heeft, bijvoorbeeld die de vissen later honger doen krijgen en dan pas, zeg maar, gaan terugkomen en daardoor meer van je aas gaan eten en daardoor eigenlijk vangkracht van je aas omhoog kan gaan als je daarmee voert op iets langere termijn. Dus sommige dingen hebben gewoon een functie in het aas, dus sommige dingen hoeven geen attractie te bevatten onbelangrijk of een surplus aan je aas te geven.
wat zeer goed scoorde in de testen, waren bijna alle vismelen. Die waren zeer fanatiek door de vissen opgenomen. Zoals u in de volgende tabel kunt zien, kan je alleen maar zeggen, zet de tabel eens een keer op pauze. En dan kan je natuurlijk een hoop informatie eruit geven. Ik kan je vooral één ding zeggen. Een van de meest attractieve vismeelen was de pre-digested vismeel. Is in principe ook nog wel betaalbaar. Maar ik zelf heb eigenlijk heel weinig vismeelen gevonden die aantrekkelijker waren en in stand werkten als een pre-digested vismeel. Nu, soms is te aantrekkelijk een te aantrekkelijk aas ook iets dat in je nadeel kan werken, doordat je bijvoorbeeld te veel kleinere vissen, witvissen, gondels, andere dingen aantrekt, waardoor het vissen op karper bemoeilijkt en waardoor je eigenlijk weer harder aas moet gebruiken of krimkous en dergelijke, waardoor het eigenlijk weer allemaal iets minder aantrekkelijker wordt. Maar uiteraard, soms is het een kwestie van moeten en niet van willen natuurlijk. Dus ik zou zeggen, zet eens een keer op pauze. Ga eens een keer door de producten. Wat ik zeker ook een van mijn favoriete dingen, wat ik vroeger zeer graag gebruikte. Dat is bijvoorbeeld een leverpoeder. Scoort ook heel erg goed. Heel veel wateroplosbare producten natuurlijk. Maar de algemene dingen die heel veel worden gebruikt, die staan in deze lijst. Dus ik zou zeggen, kijk eens de lijst. En bedenk ook altijd als je aas maakt, waarom doe ik er dit product bij? Heeft het een meerwaarde in mijn aas? Welke functie heeft het in mijn aas? En zo kan je natuurlijk je hele aas opbouwen. En dat kan natuurlijk heel ver gaan van A tot Z. Dus in principe van het meel tot de liquid, tot de kleur, tot andere dingen waar we nu eigenlijk dadelijk aan toe komen. Alvast weer een samenvatting. Net hetzelfde als eigenlijk met de liquids kan je ook een beetje hetzelfde zeggen over de meelen. Doe anders als anderen. Probeer wat meer alternatieve grondstoffen te gebruiken. Er zijn er zoveel die je kan gebruiken. In het volgende hoofdstuk van deze lezing gaat eigenlijk over geluid bij het aas. En voor mij is dat enorm belangrijk en ook voor veel mensen een niet gekende en ondergewaardeerd aspect. Maar om je een idee te geven, geluid onder water gaat 7 tot 8 maal verder. En met geluid kan je heel veel dingen doen. Zowel naar positieve als negatieve conditionering. Maar vergis niet, zoals wat ik ervan heb geleerd, is dat geluid echt een enorme aantrekking op karpers heeft. Want je moet denken, als je een straal neemt, want het is altijd een straal, wij konden met Daniel is natuurlijk een specialist in apparatuur. En die kon met zijn geluidsmeter kon die geluiden van bijvoorbeeld hondenbrokken of andere dingen zelf tot op 100 meter van de kant kon hij in kaart brengen. Dus je moet denken, stel dat vissen nog onder water nog beter horen door een botje en een trilplaat die ze hebben, dan zou dat willen zeggen 7 tot 8 keer zover. Dat is natuurlijk een behoorlijke afstand. En al zou het 100 meter rondom, of 50 meter nog maar rondom je stek zijn, in een straal, dat is natuurlijk heel veel. Dat kunnen natuurlijk heel veel karpers zijn die je attendeert op voer. En er zijn verschillende bekende vissers die daar echt gretig gebruik van maakten. Ik had bijvoorbeeld vroeger een van mijn favoriete schrijvers, bijvoorbeeld Terry Hearn. Die voerde altijd een handje tijgernoten bij zijn aas. Puur doordat de karpers het gingen malen op hun keeltanden en dus eigenlijk de crunchfactor bekomen en zo andere vissen daarop attenderen. We hebben ook geprobeerd, vooral Daniel natuurlijk, die heeft die dingen in kaart gebracht. En we hebben zo van alle producten testen kunnen maken. Dus we hebben verschillende bodies gedraaid. En dan hebben we 10% van een ingrediënt toegevoegd.
Bijvoorbeeld 10% eierschalen, 10% oesterschelpen, een gewoon neutrale bolly, een bolly met krill, een bolly met birdfood, een bolly met gemalen vogelvoer, een bolly met, ja, noem het op, verschillende dingen. We hebben ook particles gevoerd om te kijken hoeveel decibel zij onder water produceren. En wat wel heel opvallend was, is dat bij dat lage geluiden wel verder onder water gingen. Dus bijvoorbeeld een hennep had het beste resultaat met 52 decibel. Terwijl dat het als een karper dat kraakt, dan is dat eigenlijk een heel fijner laag geluid. Maar dat draagde blijkbaar toch, had toch iets verdere en hogere respons op de meter als bijvoorbeeld een tijgernoot die op ongeveer 37 decibel zat. Zo hebben we dus een algemeen tabelletje gemaakt. En zoals je kunt zien, een neutrale bolly die heeft 12 decibel. Dus dat is al iets. Maar als je dan kijkt met een eischaal of je doet er oesterschelpen in, dan zit je bijna op 41%. Dus dat is toch meer als 3,5 keer luider. Als je dan bedenkt onder water, zou dat ook zomaar eens kunnen zijn dat dat 3,5 tot 4 keer zo ver is voor die karpers. Dus dan kan je eigenlijk nog meer karpers van verder aantrekken. En dat is eigenlijk ook de reden dat wij bij al onze bollies die wij de laatste jaren hebben gemaakt, dan gaat er standaard oesterschelpen in, puur om dat crunch effect van dat malen te nabootsen en zo extra karpers naar onze aas toe te trekken. En ook is dat een beetje dressuur doorbrekend, denk ik, omdat bijna alle bollies een 12 decibel produceren als ze opgeeten worden. Dan is dat natuurlijk bijna 3 tot 4 keer zo luid. Maar ook alles in de natuur heeft eigenlijk een redelijk hoog crunch effect wat de karpers eten. Stel, een karper eet een mosseltje, een slakje. Eet bijvoorbeeld een krab en schaaldiertjes. Ja, als zij dat malen, dan is dat natuurlijk ook altijd een zeer hoog geluid door het kraken. En iets dat heel vaak in de natuur voorkomt. En daardoor ook veel minder negatieve conditionering is. En misschien ook sneller wordt gezien als natuurlijk voedsel, omdat er natuurlijk voor de karpers onder water zeer veel is, wat een krakend geluid is. En dat krakend geluid, dat beloont zich meestal, omdat het altijd iets is met wel een meerwaarde voor een vis, want een mosseltje of een slakje is natuurlijk voor een karper een zeer goede en lekkere voedselbron. En als ze dat dan gaan horen, dan worden ze waarschijnlijk ook echt getriggerd. En ik geloof er echt absoluut in, en de testen hebben het ook uitgewezen, dat het gewoon meer vissen bereikt en meer vissen vangt als ze natuurlijk hun hoofd hebben staan naar voedsel en ze hebben honger. Ja, dan is het gewoon een van de goedkopere, want het is ook niet echt duur. Ik bedoel, eierschalen of oesterschelpen, dat kost bijna niks. Dat maakt je aas zelf nog goedkoper en misschien wel 2 of 3 keer zo goed. Door een kleine ingreep van 10% te doen. Dus ja, ik kan me bijna niet meer bedenken dat ik voor mezelf aas zou gebruiken waar het niet in zit. Dus doe zeker, ook al maak je je aas zelf, doe zeker uw voordeel ermee. En als je volgende keer aas maakt, dan gooi je er zeker wat oesterschelpen bij. Want vertrouw op mij, dit maakt effectief wel een verschil. Daarom, wij als Dreambaits, al onze laatste bollies die we hebben geproduceerd, zoals ik al zei, een Voodoo Plus, een Umami, een Supergrill, een Vitella, al deze bollies bevatten gewoon oesterschelpen, puur om het feit om die vissen door geluid aan te trekken. Verder heb ik een filmpje van een 15 minuten op YouTube, op ons YouTube-kanaal gezet van Dreambaits. Dat staat er al een tijdje op. En daar kan je eigenlijk alles vinden over kleuren. Zowel als je gaat zeggen, als je
als je bodies wilt maken, daar kan je alles in terugvinden. Dus ik ga er nu niet te diep in, want ik heb al sommige dingen al redelijk besproken. Maar ik ga, omdat ik de kleuren en dergelijke en drijfvermogens en al die dingen heb ik in een filmpje op YouTube besproken. Dus Pop-up Facts heet het filmpje. Dus als je daar meer over wilt weten, kijk zeker dat filmpje eens. Verder wil ik nog eens iets over de zwarte kleur zeggen. Daar zijn we zelf nog mee in testen. Ze zijn er wel al als pop-ups. Maar ook dat is weer natuurlijk iets dat heel weinig gebruikt wordt. Zwarte pop-ups. En daar zijn we natuurlijk op dit moment volop ons voordeel mee aan het doen. En ook een gewoon normaal azend creëren en het testen. Om te kijken in de toekomst wat we daarmee kunnen aanvangen. En waarschijnlijk, als alles goed verloopt, dan zullen we na bijna 2-3 jaar testen, eind dit jaar in oktober, heel misschien, een nieuw aas kunnen lanceren. Verder hoop ik dat jullie er allemaal iets aan hebben gehad. Het maakt me ook niet uit als jullie aas kopen of zelf maken. Ik wil gewoon dat je eens even nadenkt over alle factors in het aas. En dat je ook ziet dat er meerdere factors, zoals bijvoorbeeld ook het geluid, van zeer groot belang kunnen zijn van het aas. Ik heb er de laatste jaren, en daar ben ik echt van bewust, voor mij is die kennis die ik heb opgedaan door de laatste jaren op aas, daar heb ik mijn laatste 10 jaar zeker in mijn ogen een zeer goede voorsprong meegenomen. Natuurlijk een juiste moment, juiste tijd, het juiste aas inzetten. Dat is gewoon iets dat zeer succesvol is. Karpervissen is op zich niet altijd het hele moeilijke. Het is ook geen rocket science karpervissen. Iedereen die een beetje logisch kan nadenken, kan het perfect doen en zeer mooie resultaten behalen. En ik hoop alvast dat jullie ook in de komende periodes en in de tijd hier een aantal tips van kunt opvangen en deze kunt gebruiken en uw visserij naar een hoger niveau brengen. En hoop ik ook dat jullie zoveel en zoveel mooie en grote vissen mogen vangen zoals ik heb gedaan, of zelf meer. En ook zoveel plezier hebben verschaft als mij. Ik dank u alvast voor jullie aandacht. Vergeet zeker niet, als je ons nog niet hebt geabonneerd op ons YouTube-kanaal, ons kanaal te abonneren en geef zeker ook nog een duimpje. Wil je iets vragen of commentaar, dat mag altijd. Ik zal er zeker en vast op reageren. En wil je nog wat meer info, dan mag je ook altijd naar www.dreambaits.be surfen. En dan kan je eigenlijk alles vinden of mijn contactgegevens vinden om mij vragen te stellen. Dat is absoluut geen enkel probleem en daar ben ik altijd voor te vinden. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad.